misschien dat ik toch nog even erop terugkom wat ik vanmiddag zei. Ik moet gewoon eventjes over mijn faalangsten heen gaan. Zo, hallo en goedemorgen op deze nieuwe vlogmas. Op, wat is het? Ik ben de hele dag helemaal kwijt. Ja! Donderdag. En we gaan weer aan de havermout. Jawel. Papje. Beetje gezond ontbijten, kan geen kwaad. Hebben we dat in ieder geval gedaan als goed begin zo tussen kerst en oud en nieuw. En nogmaals, het gaat er natuurlijk niet om hoeveel we eten. Dat is niet erg als we veel eten. Maar we moeten natuurlijk gezond eten voor hem. I'm fighting insecurities. I got a superhero. I'll zap and call that little voice. Each time it says I'm zero. And break out and break free. They won't get the best of me, oh no. Zo, het is 2:30 en ik heb de vlog geëdit. Ja. Dus dat betekent dat ik had beloofd om nu wat tijd en aandacht voor dit kerstvakantiedametje te hebben. Ik begin nu al een beetje klaar te zijn met kerst. Met alle kerstspullen. Misschien komt het omdat we dit jaar zo vroeg zijn begonnen met alles neerzetten. Niet in maart weg, maar in februari. Bart, die laatste kerstboom moet liefst tot ergens rond zijn verjaardag staan, in maart. Dat kan sowieso niet, want tegen die tijd moet daar al lang een box staan, Bart. Gevuld met babyspulletjes. 19, ja, maar 19 niet. Maart. Nee, niet 19. Oh, moet ik even goed duidelijk zeggen wanneer je een jaar bent? Ja, ik krijg allemaal cadeautjes van iedereen. 19 wish. Maart. You wish. 13 december. 19 maart. Daar krijg ik nog een cadeautje voor. Oh, ja. Oh nee, dat is hij nu aan het doen. Hij is namelijk aan het zorgen dat we binnenkort een babykamer kunnen maken. En een kamertje voor Jol. En onze nieuwe slaapkamer. Maar de babykamer is al 1/2 af, hè? Alleen de meubels moeten er nog in. Ja, omdat we nog niet kunnen verschuiven. Omdat onze slaapkamer nog niet af is. Maar dat komt snel goed. Jo, ga jij het stekker erin doen daar? En dan kan ik even vaarbedrijf bellen. Promise het maar even. Ik ga straks. Ik, Bart van den Berg. En dan moet je ook altijd zo'n wenkbrauwtje erbij trekken. Zo van, I'm a sexy boy. Nee, dat ben ik niet. Oh. Vind jij? En de rest van de wereld. Ik vind het wel. Ik ga carbedrijf straks bellen om een afspraak te maken. Ja, dat weten we nu wel. Ja, dat weten we nu wel. Met Bart is het altijd zo van eerst zien en horen en voelen en dan geloven. Nou, mijn setting staat klaar. Ik ga op dat proefje zitten. Als dat er zwanger was, want je hebt wel een polle wang. Wat is dat nou weer voor foto? Ja, we zijn allemaal foto's aan het uitzoeken, want ik ga dus nu hier de Draw My Life video opnemen. Dan een snoezig popje. Even druk bezig voor de Draw My Life video. Al een tijdje. Ik sta hier echt steeds te kijken en zo. Maar goed. Zij doet dat straks ook bij mij. Dus. Nou, Jola die is nu lekker bezig met haar Draw My Life video. En ik ben ook zeker wel een uur ermee bezig geweest of zo. Daar zit ze lekker. Niet zo handig qua tijd dat ik dat ben gaan doen. Want bij mijn video was het eerst nog licht en later donker. Dus ik denk dat je nu echt een heel verschil in licht gaat zien. Dus ja, ik had eigenlijk wat eerder moeten beginnen. Maar ja, is niet anders. We gaan zo even met z'n tweetjes wat eten. Want Bart die ging vandaag bij Joris eten en met nog wat andere vrienden. Er was al een paar keer gevraagd, wie is Joris toch? Die steeds voorbij komt in de vlogs. Nou, dat is een vriend van Bart. En tegenwoordig werkt hij ook met Bart voor Shiners. Ja, werkt. Werkt? Float.
sloopt. Oh ja, sloopt. Sloopt dingen in huis. Dat is Joris, die sloopt dingen in huis. Maar nu dacht ik, omdat Bart er toch niet is vandaag met eten, dan ga ik gewoon lekker met Jol wat eten. En ik heb heel erg veel zin in rotti. Maar we eten dus geen vlees. En dan hoorde ik laatst van haar moeder, van een vriendinnetje van Jola, dat je ook een rotti kip kunt halen. Zonder kip, dus rotti gewoon. Maar zonder vlees. Dus dat wil ik wel eens even kijken of dat gaat lukken. Wat een gezelligheid hier. Ja. Oh, het begint ook nog eens een keertje weer te regenen natuurlijk. Het is al zo koud. We zijn even op zoek naar een tentje. Kom even hier. Oh, hier hebben we het in. Ja, dat is ook goed zo. Oh, het is wel lekker knussig overal nog steeds met alle kerstversiering. Misschien dat ik toch nog even erop terugkom wat ik vanmiddag zei. Dat ik alweer klaar ben met de kerstversiering. Oh, dit kunnen we ook doen. Sushi. En grill. Oh, er zit iemand met een babytje binnen. Oké, als we niks vinden, kunnen we daarheen op de terugweg. Maar daar hebben ze altijd best wel weinig vegetarisch, vind ik. Wil je liever rotti halen of wil je liever bij de Italiaan pizza eten? Rotti? Oké, let's go. Warm of koud? Warm alsjeblieft. We zijn weer thuis en ik heb nu heel erg veel trek. Dus we gaan lekker snel de rotti eten. Wil je wat drinken erbij? Water? Ja, water. Water! Ja. Ik pak wel gewoon even één glas voor ons samen. Ik ga één glas uitdoen. Ja, vandaag mogen we van onszelf lekker een keertje bij de televisie eten. Omdat Bart toch niet is. Chocomel maken gaat mama. We gaan chocomel maken. Lekker chocomel maken. Ja, ze zijn nog warm. Heb ik net nog gedaan. Eet maar. Zo, Jolaatje die ligt eindelijk te slapen. En ik kan het nu dus zeggen in de vlog, morgen dan gaan we iets doen als verrassing voor Jola. En ze heeft nog geen idee. En ik weet zeker dat ze het echt heel erg leuk gaat vinden. We gaan in de avond naar een spectaculair evenement in de Ziggo Dome. En dat is speciaal met turnen. En op het moment dat jullie dit zien, dan zitten wij daar al. Dus jullie kunnen het lekker niet meer verklappen. Maar het wordt echt heel erg leuk. Het heet A Touch of Gold in de Ziggo Dome. Dus ja, Jola die doet natuurlijk turnen al heel lang. En die is helemaal gek van turnen. En ja, we vinden het echt heel erg leuk dat we erheen gaan. We zijn ervoor uitgenodigd. En we gaan haar dus morgen daarmee verrassen. Dus kijk morgen zeker even hoe het gaat worden. Wat voor dag is het vandaag? Oh, kennen jullie dat? Hebben jullie ook wel eens dat je ergens voor moet leren en dat je gewoon, ja, dan zit je met kerst en zo. Wie heeft er dan zin om te gaan leren? Dan wil je toch gewoon lekker Netflix films kijken enzovoort. Dan wil je toch niet gaan leren? Ik moet wel en het ging gisteren hartstikke goed. Dus ik heb wel weer de drive gevonden. Ik had serieus zo erg geen zin erin dat ik zelfs erover nadacht om maar gewoon te stoppen met werken. Ja, zoveel vlieg ik ook niet meer. Dus die stap wordt ook steeds kleiner om daar helemaal mee te gaan stoppen. Ik vind echt iets bijdragen aan mijn YouTube kanaal om ja, jullie vragen allemaal te beantwoorden over het vliegen. Maar ook om te laten zien
hoe het is. Gewoon een kijkje achter de schermen. En dat vonden jullie altijd heel erg leuk. En dat wil ik daarom ook blijven volhouden. Gewoon in ieder geval op freelance basis. Ik hoef maar 12 vluchten per jaar te doen. Dus het is eigenlijk gewoon peanuts. Alleen dat examen, ja, dat moet ik wel elk jaar weer eventjes halen. Dus, nou goed. Ik ga er gewoon weer voor. Ik moet gewoon eventjes over mijn angsten heen gaan. En niet de hele tijd daarmee bezig zijn. Want ja, ik ben gewoon heel erg slecht met examens doen. Echt serieus, als ik alleen al aan het examen denk, dan begin ik al allemaal excuses te verzinnen om er vanaf te komen. Het is echt, ik en leren en examens, het is... Ik leer wel graag hoor, maar dan gewoon iets wat ik echt heel erg leuk vind om te doen. En wat een soort van creatief, vanzelf, praktijkgericht gaat. En absoluut niet uit een boekje of uit een app. Tegenwoordig leer je je Transavia Flight Safety via een app. Dat is wel heel erg makkelijk, maar je valt ook heel snel in slaap. Ja, en je leert ook echt heel anders. Want je leert op een gegeven moment leer je gewoon wat je moet invullen in plaats van dat je echt leert waar het over gaat. Maar ja, dat is het tegenwoordig, hè, hoe dat gaat. Nou, morgen belangrijke echo. Dan horen we hoe het zit met de groei van de buik. Dankjewel voor het kijken en abonneer als je er nog niet bent. Doei doei!